Hier hebben we een selectie van de middelen die niet beschikbaar zijn. Rode mapjes hebben we besteld voor de patiënten. En de blauwe mapjes betekent langdurig inazending en bijvoorbeeld een middel tegen jicht waar de patiënt echt graag op wil wachten. Al jaren zijn er flinke medicijntekorten, maar zo erg als vorig jaar was het nog nooit. We denken ook dat het dit jaar alleen maar toe zal nemen. Zegt Floor van de Jordaanapotheek. We hebben grondstoftekorten, we hebben afgekeurde batches, fabrieken die moeten sluiten. Bovendien is Nederland voor de fabrikanten maar een kleine afzetmarkt. Met zorgverzekeraars die zo min mogelijk voor de geneesmiddelen betalen. Zo zie je dat voor bepaalde tabletten 4 cent in Nederland wordt betaald, maar 32 cent in Duitsland. Dus ik kan me dan heel goed voorstellen dat als je 20 cent meer voor een medicijn kan krijgen voor heel veel meer afname, dat Nederland daar een misschien wel minder aantrekkelijke partij in is. Door het tekort moeten artsen en apothekers steeds vaker alternatieven aanbieden of zelfs nee verkopen. Ik weet van vorig jaar nog dat we heel erg tekorten hadden van de schildkliermedicatie. En op het moment, voor mijn gevoel, is er een tekort aan de Temazepam. En dat is een slaapmiddel die wordt voor veel mensen gebruikt. En daar moet je dan een ander alternatief voor verzinnen. En dat is best wel een lastige. Dat vind ik zelf ook niet uitlegbaar richting de patiënt. Dat leidt ook gewoon echt tot emoties aan de balie. Die wij als apotheekmedewerkers echt heel goed begrijpen. Maar die wij helaas niet kunnen oplossen in alle gevallen. Vorig jaar stuurden apothekers, huisartsen, medisch specialisten en patiëntenverenigingen een brandbrief naar verantwoordelijk minister Ernst Kuipers. In de brandbrief staat dat we gezamenlijk moeten kijken naar oplossingen, omdat het natuurlijk een heel complex probleem is. Maar wordt er wel gevraagd om te kijken of we de productie en de kennis van het ontwikkelen van de medicijnen ook in Nederland of in Europa kunnen behouden. En ik denk dat dat misschien wel een hele goede stap kan zijn. We zien dat alle zorgverzekeraars in Nederland nu een voorkeursbeleid hanteren. Zij hebben van één geneesmiddel allemaal dezelfde gekozen. En dat is iets wat ik echt teleurstellend vind in onze minister. Die zegt van ik kan dit niet binnen een week oplossen. Nou, ik denk wel zeker dat als hij zegt van we gaan niet naar één middel, we gaan naar drie middelen. Dan spreiden we in ieder geval die kansen voor dat tekort. Dat zou een van de oplossingen zijn. Dat zou een van de oplossingen kunnen zijn, inderdaad.